Lengtevoorsprong heeft Ruud Pols met Il Classico Renkaart. Inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Hoedmond Amour probeert dichterbij te komen, maar dat lukt op dit moment niet. Koulum Garre ligt daarachter en daarachter aan de relingzijde valt nu ietsje terug. Go-Go Katie Dravit. Paard in de laatste rechte lijn, dan gaat John de Leeuw toch nog een keer proberen. Maar Ruud Pols zit wel heel makkelijk achter de koploper Il Classico Renkaart. Il Classico Renkaart, nu komt hij wel dichterbij. Hoedmond Amour aan de buitenzijde. Hoedmond Amour aan de buitenzijde komt steeds dichterbij. En daar komt hij er bijna naast, maar het is Il Classico Renkaart die nog steeds leidt. Op de streep wint Il Classico Renkaart met een hoofdje. Tweede plek Hoedmond Amour, derde Koulum Garre en vierde is Veenven. Winnaars officieel, dames en heren. Dat is voor de vierde Il Classico Renkaart. Ruud Pols wint in 1:18:3. En Ruud Pols krijgt de envelopjes overhandigd. Loop ik nog even naar Ruud, want Ruud, het was imponerend wat deze Il Classico Renkaart deed. Bij de start, Go-Go Katie Dravit ging hard en jij ging alles buitenom. Dwong je die eigenlijk al op de knieën? Sterke prestatie. Ja, nou, dit is gewoon, ja. Het moet voor mij, dit paard moet het van jaar worden. Voor het grote werk natuurlijk. Ik bedoel, als je dit de eerste keer uit al kent, en dan in 18-3. Ja. Nou, dus super. Super inderdaad, het zag er bijzonder sterk uit. Ga lekker voorrijden met Il Classico Renka. In de volgende koers opnieuw een klassieke troef uit de stal van Bas Krebers. Dan Isabelle J.E. Maar eerst groot applaus voor de winnaars van deze Trek Noordprijs. Deze Il Classico Renka, een zoon van Classic Foto uit Uri Graven, zijn gefokt door een Knipscheer. Inmiddels eigenaar van stal PD en dus vandaag gereden door Ruud Pols. Il Classico Renka. Auto is nu op 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Binnenkant, goede start van Danny de Dubbel zijn paard. Coco Katie Dravit, die neemt de leiding. Buitenkant daarnaast komt Il Classico Renka. Die twee paarden nu iets voor de rest. Op plaats 3 volgt dan Hoedmond Amour. En de vierde plaats daarachter is aan de relingzijde voor Koulum Garre. Daarachter aan de buitenkant Gonda Beukenswijk. Ze gaan de paarden de eerste bocht in. Duel om de leiding gaat nog even door. En dat gaat best wel hard. Die twee paarden lopen flink weg. Danny de Dubbel probeert zijn paard wel terug te nemen. Maar Il Classico Renka is nauwelijks sneller dan het paard aan de binnenkant. En dat paard aan de binnenkant is uitgeschakeld nummer 5. Galop 5 uitgeschakeld. Paard in de rechterlijn overzijde, nu is hij er eindelijk langs. Leiding overgenomen door Il Classico Renka. Daarachter Go-Go Katie Dravit. Hoedmond Amour is inmiddels gepasseerd door Gonda Beukenswijk. Die ligt derde, Hoedmond Amour vierde. Daarachter Koulum Garre. Dan een klein gaatje naar het paard van John Dekker. En dat is Farouche Meadow. Die sluit ook weer aan bij de start van het veld. En dat doet ook Veenven. En een paar lengte daarachter de uitgeschakelde Estella Kingstiep. Paarden gaan de linkerbocht weer in. En de leiding is nog altijd in handen van Il Classico Renka. Il Classico Renka wordt gevolgd door Go-Go Katie Dravit. Daarachter Gonda Beukenswijk. Vierde plek voor Hoedmond Amour. Daarachter Koulum Garre. Daarachter gaat aan de buitenkant nu naar voren Veenven. En daarachter aan de reling zijn de Farouche Meadow. Nu gaat ook Hoedmond Amour van de reling af. En de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune. PD kleuren vooraan. PD kleuren aan de buitenzijde. En aan de relingzijde de kleuren van Danny de Dubbel. Dus zo ziet het eruit als we de laatste ronde zometeen ingaan. Leiding in handen van Il Classico Renka. Buitenkant schuin daarachter Hoedmond Amour. Daarachter aan de relingzijde volgt Go-Go Katie Dravit. Ook aan de relingzijde is gebleven Gonda Beukenswijk. Tweede spoor voor Koulum Garre. Ook in het tweede spoor hier de Veenven. En daarachter volgt aan de relingzijde Farouche Meadow. Paarden gaan de rechterbocht door. De herhaling nog een keer van de uitschakeling voor Arnold de Wit. Die ligt aan de staart van het veld. Dat mag wel, maar dan mag je niet iemand in de weg rijden. En dat deed hij op dit moment wel even. De deelnemers gaan de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen. Nog altijd van Il Classico Renka. Hoedmond Amour komt dichterbij. Daarachter aan de relingzijde is inmiddels rechtop gaan zitten. Danny de Dubbel. Daarachter Go-Go Katie Dravit. Dan volgt Koulum Garre. Daarachter Gonda Beukenswijk. En ook Veenven gaat nog makkelijk mee. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde op weg naar de laatste bocht. Farouche Meadow die moet lossen. En de leider is nog altijd Il Classico Renka. Hoedmond Amour op plaats 2. Derde plek aan de relingzijde. Nog altijd voor Go-Go Katie Dravit, dan Koulum Garre, daarachter Veenven en daarachter aan de relingzijde Gonda Beukenswijk. Lengtevoorsprong heeft Ruud Pols met Il Classico Renka. Inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Hoedmond Amour probeert dichterbij te komen, maar dat lukt op dit moment niet. Koulum Garre ligt daarachter en daarachter aan de relingzijde valt nu ietsje terug Go-Go Katie Dravit. Paard in de laatste rechte lijn, dan gaat John de Leeuw toch nog een keer proberen. Maar Ruud Pols zit wel heel makkelijk achter de koploper Il Classico Renka. Il Classico Renka, nu komt hij wel dichterbij. Hoedmond Amour aan de buitenzijde. Hoedmond Amour aan de buitenzijde.
leider komt steeds dichterbij. En daar komt hij er bijna naast. Maar het is Il Classico Renka die nog steeds leidt. Op de streep wint Il Classico Renka met een hoofdje. Tweede plek Hoedmon Amour. Derde Gulumgar. En de vierde is Veenven.